dan alleen, omdat ik niet een goed vasthoud of een weet ik wat ik hier heb. Ja, of jij doet een negen mensen bewijzen van, hè? Ik wil nu geld. Kijk, dat is konijntje. Eentje daarbovenop. Ja, ga dan maar hier, naar hier beneden. Hier, kijk. Oh, die is mooi, die zwart-witte. Kijk. Waar? Ja. Wat is die nou? Wat is die nou? Zoek maar. Hier, kom eens even. Kom gauw. Kom gauw. Spannend. Hond. Nee, is geen hond, konijn. Stop? Ja. Oké. Okay. Gaan we dan naar de geitjes toe? Duwen. Ja, jij ging duwen, maar hij kan zelf fietsen, dat jongetje. Hé, hey, zullen we naar de geitjes gaan? Ja. Oké, okay, kom maar. Gaan we naar de geitjes. Kom. Kom. Ja, oma komt. Oh, joh. Ja. Ja, oma komt al. Ik kom al kijken bij jou. Wat ga je doen? Ja, allemaal stro. Die kant op. Waar gaan we nou heen? Ja, zijn ze aan het schoonmaken voor de geiten? Nee. Maar we moeten naar buiten. De geiten zijn denk ik buiten in de wei. Buiten. Denk ik wel. Ja. Gitaar. Piano.
was? Nee, dan moet je andersom draaien weer. Zitten op je knieën. En dan ga je gewoon weer naar beneden voelen met je voeten. Ja, stukje voor stukje. Ja, nee, niet met je billen. Gewoon zo. Voelen. Voelen met je voeten. Goed zo. Goed zo. Ja. Voelen met je voeten. Ja. Hou je vast aan het hout. Vasthouden. En weer verder naar beneden voelen. Zie je wel? Je kan het al makkelijk zelf. Ja. Ja. Je bent toch al groot? Deze pakken. Nou, ga maar naar naartoe. Kan je aaien. Er ligt er ook één op de grond nog. Ja, dat is ook leuk. Dat zijn de kleintjes, hè? Ze zijn lekker gras aan het eten daar. Wat? Ja, ze zijn lekker aan het eten daar. Ja, je kunt daar nou niet in. Nee. Alleen hier bij de grote mag je aaien. Grote, ja, die mag je aaien. Nee, nee, dat kan niet, schat. Zullen we dan maar kijken bij de varkentjes? Zullen we bij de varkentjes kijken en de schaapjes? Mama. Ja. Ja, varkentjes doen. Dat is een koe, een mooie koe, hè? Eieren? Ja, dat mag. Mama, koeien eten? Ja, de koe is aan het eten. Die is aan het eten, ja. Van het gras, hè? Kijk, kijk. De billen. Nee, dat is niet de billen, dat is de kop. De oren. Dat zijn de oren. Oren? Ja, de oren. Mama, ja. Wat? Wat pakken? Pakken. Wat pakken? Pakken. Nou. Oh, de varken. Ja, kom maar. Dan gaan we de deur of het hek uit. Kom maar. Dan gaan we naar het varken toe. Hier. Dit hek weer uit. Anders kun je niet naar de varken. Oma, kijk. Dat niet. Nee, dat kan niet. Ja, maar dat kan niet, want je moet daar langs lopen. Ja. Oma ziet de schapen gewoon allemaal liggen. Ja, lopen. Oh, daar komen ze aan. Aaien. Ja, als ze bij jou komen, kun je ze aaien. Mama, eten. Ja, dat is een mama schaap, ja. En de kindjes zijn hier. Goed vegen over de bezem. Andere voet ook. Nou, oma. Oma. Oma ook even. Ja. Zo, alle poep eraf, hè? Ja. En waar gaan we nou heen? Deze kant op, hier? Nee, hier is de varken. Daar, aan die kant. Ja, voorbij de duifjes. Ja, duifje.
Een duifje. Ja, een mooie witte duif. Een vogel. En die kleintjes hier? Oh, kijk eens hoe lief. Allemaal kleintjes. Allemaal jonkies. Ah, die zijn lief. Zijn babytjes allemaal. Heel veel babytjes. Oma komt. Oh ja, daar loopt varken. Zie je dat? Eén varken. Nee, eentje ziet oma mij. Ik denk niet dat ze daar zijn. Oh, hier ligt hij. Ja. Ah, grappig. Ja. Daar liggen ze in het hok. Huilen. Nee, ze huilen. Ja, twee nieuwe. Twee nieuwe varkens. Oh, varken. Ik weet niet wat hij doet. Ja, twee nieuwe varkens. Mooi hoor. Allebei staan. Mama. Oma. Oma. Oh, die heeft wat aan zijn pootjes, lijkt het. Dat hij niet kan staan. Maar die is uit Ambon. Die is toen gemaakt voor zijn vader in Alang. Die Tifa komt echt uit Alang. Zuinig op zijn, hè? Zuinig op zijn. Maar die is van papa. En welk liedje doe je dan? Welk liedje kan je dan? Die kunnen we ook even uit de grond. Oh, zo, die. Oh, hoe ging die ook weer? Niet die, toch? Van. Die. Ja, maar dan moet ik het liedje weten. Dan kan ik weer meezingen. Hina masa waya lete hu ni muao Yurita sibeya salane kotika o Hinama samwaya letehu ni muao Yurita sibeya. Dat zei ze, Mena Moria, dat klopt. Senna? Senna? Ga je katjang eten? Nee. Jawel, dat zag oma. Maar mama zegt, dan moet je goed kauwen. Ja, ja, katjang. Maar kijk eens, Senna, je kan beter die kaasstengel. Je moet, als je nootjes wilt eten, moet je op iemand schoten. Senna, teruggeven. Teruggeven, Senna. Satu? Even luisteren wat Levi wil met die trommels. Juist voor deze. Juist voor deze. Juist voor deze. Nee! Nee! Maar dan moet je elkaar naslaan, hè? Dat is verkeerd, Dina. Okay. Nou, Leef. Ja. Gewoon een makkelijk tikje, ja. Gewoon dat... slaan. Nee, gewoon dit doen. Nee, luister dan naar Levi. Nee, dan gaat hij kapot. Hetzelfde slaan als Levi. Bom, 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 bom,
bam, 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 bam. Je wat? Oh, dat is een makkelijker. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Ik hou van. Dat kan niet, Lo, want hun zijn met de trommels bezig. Lois, dat kan nou niet. Lois? Ik ben heel veel ritme slaan. Ja? Kijk maar, ik had ook deze. Slaan. Oh, dat is een leuke slag. Dat is weer zo stoer, hè? Stoere slag. Die. Wat goed. Dat is een heel apart ritme wat ik nou slaat. Mm. Hoor je dat? Het is eigenlijk gewoon in je voelen wat je wil slaan en dan begin je gewoon met korte tikjes. Dan bijvoorbeeld zo. En dan kan je dit bijvoorbeeld doen, de zachte slag. En dan weer dit. Als je met de goede hand, dat doe je zo. En je zachte hand zo. En dan kan je zo. Dit. En dit is mijn voel. Maar ik denk dat je dat wel een beetje van Open Thijs, want Open Thijs, oh nee, Open Thijs was geen drummer. Nee. Jij mocht op de drumstel bij Open Thijs toen jij klein was. Nee, ik denk dat ik Molux ben. Oh, komt dat daardoor? En zo, en dan heb je, voel je eigenlijk gewoon, deze kan hard. Ja. Je kan er ook doorheen zien. Ja. Als je dit blijft doen, en dan doe je bijvoorbeeld dit. Dan hoor je dat. Dan hoor je dat. Ja, ik hoor het. Kan je gewoon... Die nam wou ook even in het filmpje. Ja, dit is goed. Dit is snel. Goed, man. Goed. Heel goed. Oh, je kan hier niet op schrijven. Jawel. Anders moet het met een dikke stift van opa. Maar volgens mij met die permanent markers moet het kunnen. Schrijf jij de F? Nee. Ja, maar ik heb een zachte stift nodig. Een kwaststift, want dit is heel hard. Nou, dan probeer je die andere. Er zitten nog die kledingstiften ook in bij de zonderschooltas. Die kledingstiften. Wacht, laat maar. Kijk. Hoe zit het hier? Mek! Hiep de biep. Hiep de biep. Hey, ratatatam. Ratatatam. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze. Langs lijn. Hier. Ja,
Ja, dat is wel fijn. Luister Hey Toppie, gefeliciteerd allemaal, heel goed gedaan. Julian, allemaal hè, toppers. Levi? Je gaat boven op de baby zitten, volgens mij. Ja. Dat is niet handig. Handig. Hè, dat is niet handig. 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 Papa. Ah, de baby is gevallen. Ja? Wat gaan de baby's doen op die stoel? Slaapje doen. Slaapje doen? Ja. Oké. Okay. Kijken. Ga je kijken naar de baby's? Kijk. Ja. Kijken? Hmm. Mooi. Ik had Jas heel erg. De bakkerij. Nog een keer? Yes. Kakkelevi. Oh, hier ben jij. Wij hebben enig inlopen. Oh, ik mag mee? Ja. Oh, dan ga ik mee. Dan ga ik mee, oké? Okay? Vind je dat goed? Oké, okay, ga ik even mee. Dat is voor het eerst. Ga je mee straks bij Kakkelevi? Wat is dit voor een... Wat zijn al je... Er zit alles in van school hier. En wat is dit? Een? Oké. Duizendtallen, honderdtallen, tientallen en één leden. Bij mij. Rauwkost, heb je die? Nou. Nauwelijks. Met een S, ja. Nauwelijks. Ja, ja. Die heb je nog? Auteur, die had ik net bijna. De schrijver van een boek, hè? Auteur. Hoe schrijf je auteur? A-U-T-E-U-R. A-U-O. Zie je A-U staan? Ja. Heb je maar? T-E-U-R. Kan je nou een taak doen? Ja. Auteur. Hier heb je hem. Auteur. Nee, dat niet. Nee. Oh, nee. Hoor. Ja, die kant op. Auteur, tot aan de rrr. Ja, dan heb je hem. Anders staat er Wouter. Wouter. Ja, maar dan moet je hem even wegstrepen. Nee, die. Ik heb al. Die? Hij mag ze wel. Nee? Vrachtauto. Ja, heel erg. Even, nee, dat kan niet, schat.
Straks thuis mag jij zelf. Dit is van Levi van de klas, hè? Je mag alleen kijken, samen met oma. En naar de finish. Kijk, dan gaat Levi die sommen doen. Waar? 6 keer 7 is dat 49. Ja, dat is de tafel van 7. En 6. Dit is 6 keer 7. 5 plus 6 is 30. Ja? Plus 6 is 36. Ik heb 8 erbij. Jij hebt 8 erbij. Nee, dit doet 42. Oké, dus dat is fout. Dat is dus fout. Hier is het ankerverhaal. Ja? Hockeywedstrijd, themawoorden. Mag ik eens kijken? Wat is dat? Daar aan de zijkant. Themawoorden. Ja? Over thema's. Over het thema gaat zelden, ja? Regelmatig, die deuren. Ja? Goed in jou. Oh, wacht, maar... ik benieuwd die. Maar bij het verhaal moet je ook gelijk, als je deze hebt gemaakt, ja? Moet je ook gelijk deze achterlaten.